Eerlijk zeggen dat we allemaal een klein beetje teleurgesteld zijn, want je denkt Center Park. Hou je vast daar. Blijf zitten, blijf zitten. Nou. Ja. Een nieuwe vlog vanuit ons vakantiehuisje in Center Parks. Wij zijn hier nu voor de eerste ochtend. We hebben de eerste nacht gehad. En hoe is dat nou gegaan met twee zieke kindjes? Ik en Glenn hebben dus apart geslapen. Glenn bij Diano en ik bij Milena. Milena was in het begin, maar wij gingen allemaal al vroeg slapen. Rond 9:30 waren we allemaal helemaal dood. Milena was heel onrustig met slapen. De hele tijd een beetje in haar slaap huilen. En ja, gewoon onrustig. Daar kon ik echt niet doorheen slapen. Dus om 11 uur, ze gloeide ook helemaal. Heb ik haar een nieuwe paracetamol gegeven. En toen viel ze gelukkig wel weer goed in slaap. Tot 4:30. En op 4:30 begon ze weer te spoken. Toen moest ze een lampje aan. Want zij slaapt altijd met een lampje aan. Maar ik niet. Wij zijn echt tegenovergestelde daarvan. Ik kan echt niet met licht aan slapen. Dus toen heb ik maar de zaklamp van mijn telefoon aangezet. En dat gewoon op de nachtkastje gelegd. Dat je zo één zo'n streep licht had. Dat was voor haar genoeg. Maar toen ging ze heel even een filmpje kijken. Nou, daarna had ze dorst. Ze heeft gewoon toen niet meer goed geslapen. Ze zegt dat ze zich wel wat beter voelt, terwijl ze nog wel 39 graden koorts heeft. Maar goed, vanmorgen dus weer een nieuw paracetamol gegeven. En hopelijk is dat gewoon goed te doen dan. Diana heeft eigenlijk goed geslapen. Normaal zijn we bij hem altijd het meest bang, hè? Want hij slaapt vooral buitenhuis slecht. Thuis ook, maar buitenhuis vaak nog beter. Glenn heeft dus naast hem gelegen. En hij heeft gewoon de hele nacht doorgeslapen tot 6 uur. En dat is gewoon perfect. Dat is gewoon echt heerlijk. Dus dat is super fijn. Hij heeft ook nog koorts. Hij heeft 38,5. Maar ook hij is tot nu toe hartstikke vrolijk. Dus ja, ik hoop dat het gewoon zo doorgaat. En mijn zusje en Alia hebben ook de hele nacht doorgeslapen tot 6 uur. Dus op zich redelijk. We mogen niet klagen. Het had natuurlijk veel erger kunnen zijn met zieke kindjes. Dus wij zitten al vanaf 6:30 allemaal beneden. We hebben een lekker kopje thee op en wij gaan ons nu klaarmaken om broodjes te gaan halen. Dat ga ik samen met mijn zusje doen en met Milena. Dus ik ben me even klaar aan het maken. En dan gaan we even broodjes halen lopend. Als het goed is, wordt het vandaag weer een zonnigdagje. Als het goed is, krijgen we geen regen, dus dat is fijn. Dan gaan we straks ook lekker zwemmen, want dat vroeg Milena vanmorgen om 4:30 al. Dus ja, weet je, een goed begin van deze tweede vakantiedag. Hopelijk, want gisterochtend ging het dus eigenlijk ook wel goed met de kindjes. En vanaf de middag kakte ze in. Maar toen konden ze niet echt een middagdutje doen. Ja, een beetje in de wagen, maar niet echt goed. Dus als we nou vanmiddag slapen, hoop ik dat het een betere dag is. Maar we gaan zien, we gaan jullie meenemen. Gezellig met z'n allen broodjes halen. Kijk, het is nog best wel donker. Hoe laat is het dan? We zijn natuurlijk best wel al een tijdje wakker, hoor. 8:00. 8:00. Kijk al die vogels. Wow. Die hele bomen zitten vol. Kijk al die vogels in de boom. Moet je horen ook. Ja. Ach, de Gikian ook. Wijzen. Lena is lekker op de step mee. Het is niet normaal zoveel vogels. Die spreekt onder die ene. Helemaal vol die bomen. Oh, even aan de kant Lena, want er komt de auto aan. Kom aan deze kant achter jou. Goed zo, en daar ook. Alles zit helemaal vol met die vogels. Het is niet normaal wat een herrie maken. Hoor je dat, Leen? Ja, dan wordt alles wat Alia dan wakker. Ja. En, heb jij lekker geslapen in het vakantiehuisje? Hé, niet zo gillen. Heb je lekker geslapen in het vakantiehuisje? Ja, voel je je weer beter? Ja?
En jij, Joop, heb jij ook lekker geslapen? Mama. Ja. Oké. Ja, gaan we straks zwemmen. Ja. Oh, zou maar hieronder zitten in het huisje. Word je gek? Ja. Nou, zie je hoor. Dit hoor je bij ons ook heel goed. Ja. Dit hoor je bij ons ook heel goed, hoor. Dat hoor ik net boven ook. Oh, kijk daar wat mooie lucht. Helemaal roze. Ja, ik word nog helemaal van de natuur. Kijk daar, roze lucht. Wauw. Ja, oh, dat meen je niet. Wacht, hè, stoppen, want er komt de auto aan. Wacht. Onderweg naar het huis of naar het winkel komen we bij de diertjes. Kijk even. Alpaca? Alpaca, heet het niet zo? Alpaca of een lama? Ik weet niet zo goed het verschil. Volgens mij zijn dit alpaca's. Als iemand het weet, laat maar weten in de reacties. Maar straks kun je dus door die poortje, Milena. Kijk, want daar staan ook nog schaapjes. Geitjes, net zoals papa. Dan kun je bij de beestjes kijken. Dan kun je ze aaien. Dat is hier. Nou, dat is altijd wel leuk bij Center Parks, hè? Met die kinderboerderij en zo. Kijk, Liana, wat zijn dat? Ja. Wat zijn dat? Ja. Schaapjes. Gaan we die straks aaien? Wil je die straks aaien? Melden, nee joh. Oh, ik zeg toch, hij wordt met de dag dummer. Maar dit is nu nog dicht. We gaan nu naar de winkel lopen en gaan we straks bij de beestjes kijken, goed? Maar als je daar ziet, kun je die aaien. Ja, dan kun je ze aaien. Nou, pak je step maar weer. Dan gaan we naar de winkel. Nou, daar komen de ganzen. Even de ganzen voeren. Doe uit je hand. Nee, Glenn, doe jij dan? Milena, loop naar buiten. Ja. Niemand die het durft. Milena, loop naar buiten. Tafel is lekker gedekt, dus nu kunnen we lekker gaan eten. Je gooit het binnen tegen de raam. Oeh. Wacht even, die is klein om te geven. Je moet hem iets groter. Geef eens een groter stukje aan Liano. Nee. Ja. Shit. Pardon? Oh, oh. Geef gewoon. Jij bent een grote jongen, hè? Ja, denk je dat? Ja, is niks. Je is schat. Hè? Is niks, mijn schat. Maar jij gooit het binnen, Leen. Je moet het buiten gooien. Oh, we hebben heerlijk ontbeten. Jano gaat denk ik nooit meer een gans eten geven. Hij durft het. Hij geeft een te klein stukje en hap. Maar goed, ook dat is weer helemaal goed gekomen. Wij zijn ons nu klaar aan het maken om te gaan zwemmen. We gaan lekker de ochtend zwemmen. Als we dan terugkomen, kunnen alle kindjes weer even een middagdutje doen. Dus dat komt goed uit. Ik moet zeggen dat de kinderen, dat je zo weinig aan ze merkt, dat het een stuk beter gaat als gisteren. Al hebben ze dus nog wel koorts. Dus wie weet kakken ze straks wel weer in. Maar goed, dat zien we later. Milena wil heel graag nu gaan zwemmen. Dus dan gaan we gewoon lekker zwemmen. En hopelijk, ja, hopelijk blijft het gewoon goed gaan. Maar dat gaan we wel zien. Ze is nog aan het boksen. Kom op. Milena, jij bent sterker. Kom op. Kom, Milena, ga je buiten met de ganzen. Met de ganzen. Hoe maak je kind bang? Ja, daar komt Chop Choy aan. Pak papa. Pak papa. Doe papa kielen. Doe maar kietel, kietel, kietel. Kito, kito, kito. Schootjes aan en let's go to the swimming pool. Bij de schaapjes. Nee. Kijk, Liano. Gaan we zwemmen en lopen we dan eerst bij de schaapjes? Hè? Ja. Fantastisch bieten. Bijten. Liano vertrouwt het niet meer. Wat is dat, Milena? Nee. Is een klein lammetje. Is een baby.
Trek ze daar helemaal meer in de poeten. Wat is dat niet aan, nou? Ga weg, Alia. Wat doen ze nou? Good. Ja. Denk ze, Alia is een klein lammetje. Een klein schaapje. Je zet een voetje wegtrekken. Ja. Je papa doet eentje aaien. Kijk dan, Liano. Papa doet aaien. Ja. Een beetje snuffelen, hè. Nou, we zijn aangekomen bij het zwembad. En ik moet eerlijk zeggen dat we allemaal een klein beetje teleurgesteld zijn. Want je denkt, Centerparks, subtropisch zwembad, wildwaterbaan. Ik dacht ook echt dat ik dat had gezien op de foto's op internet. Maar het zwembad is gewoon recht toe recht aan. Hier achter mij hadden ze gelukkig wel een glijbaan. Dat vinden de kinderen leuk. Maar het is wel echt een beetje een tegenvallen. We hoorden dat dit park ook is overgenomen door Centerparks. Dus het is officieel niet door Centerparks gebouwd. En ik denk dat dat wel eens verschil is. Maar goed, weet je, de kinderen vinden het leuk om te zwemmen. Dus hè, ik moet wel zeggen dat ik het echt koud heb. Ik ben echt een koukloon geworden met zwemmen. Maar ja, goed, even lekker een uurtje zwemmen. Alia is voor de eerste keer, maar nu ze wat ouder is, voor de eerste keer zwemmen in een band. Dus ja, weet je, we maken er gewoon iets van. We blijven even lekker een uurtje zwemmen en dan gaan de kinderen zo meteen naar bed. Je hebt hier ook een bubbelbad, dus we gaan het dadelijk ook even in. En we zien het wel. Ik zal ze heel even een stukje filmen. Kijk, dit is het zwembad. Een beetje recht toe, recht aan, met hier wel een glijbaan. Daar zit Ben. Nou, hun zijn hier aan het zwemmen en dan zien we dat je daar in één keer een klein babybadje hebt. Misschien is dit iets warmer voor de kindjes, of een klein glijbaantje. Dus ik denk dat we daar even naartoe gaan. Milena gaat op de... Ja, ga maar erop zitten. Kun je op zitten of op staan, wat je zelf wilt. Demi jou eraf gooien. Kijk, je lekker. Daar komt Glenn weer aan, Liano. Hou je vast dan. Blijf zitten, blijf zitten. Niet meer doen, Demi. Ik vind ze niet leuk. Leuk, Milena? Ja. Ja? Wat was papa aan het doen? Hij ging bijna op mij springen. Ging die bijna op jou springen? Oh, echt waar. Wat doet hij nou? Ik doe maar een diepe. Wat? Doet hij zo'n diepe? Maar ik doe nog niet een diepe. Nee? Nou, het is wel lekker rustig. Dat is dan weer een voordeel. Na het zwemmen zitten we even met een kopje thee. Oh, je zoon ligt op de grond. Hij is gevallen. Hij wordt de hardval. Hij gaat al staan. Moet hij daar doorheen klimmen? Nee. Oh, dus zit daar een gat. En nou zitten de kinderen hier dus even in de speeltuin. Ideen, Aliano, Ideen. En wij genieten even lekker van een kopje thee en een biertje. En jouw haar zit nou weer leuk. Ja. Altijd, hè? Heeft toch genoeg? Nee. Lekker koekje, mama, op je? Die ogen. Ik moet erbij zeggen. Na het zwemmen zijn we gaan slapen. En ben ook ik met koorts opgestaan. De enige die nog gezond zijn Glenn en Demi. En de rest voelt zich slecht.
En jij, hè? Ja, jij ook nog. En dan moet ik jou het les geven. Maar goed, paracetamol erin. En door. Want het ijskoud, daarom zit ik hier onder die dekbed. Maar de paracetamol begint toch weer te werken. Heb ik niet al veel mascara om mijn ogen? Hè? Sorry voor de mascara om mijn ogen. Milena werd straks helemaal gillend wakker. Maar dat vertel ik zo wel. Is ze weg, Liano? Is ze weg? Kan papa roken? Ik kan. Papa roken? Ja. Hou jij deze vast? Als ze komen, doe je schieten, hè? Goed? Als ze komen, moet je schieten. Ik ga het water in doen. Dan stoomt hij. Doe dan voor dat kind eerst. Hij is bang. Oh, Lily gaat ze echt schieten. Zoals ik net al zei, we gingen straks even allemaal een middagdutje doen. En toen... toen kwam ik al niet in slaap, omdat ik het ijs en ijskoud had. Nou, daarna koorts meten en ja, we 38,5. Maar ik lag dus met Milena op de kamer en zij werd in één keer schreeuwend wakker. Helemaal overstuur, huilen. Ik zeg, wat is er aan de hand dan? Ik zeg, ja, de ganzen zijn binnen. Het kind heeft gewoon een trauma. Daar zijn de ganzen. Daar zijn de ganzen. Dus ik haar helemaal troost. Ik zeg, nee joh, dat kan niet. Gaat ze zo mij niet aankijken, zegt ze. Mama, ik dacht dat jouw haar een gans was. Ik denk, nou, lekker dan. Maar goed, we moeten nog even een paar dingen voor het avondeten halen. Ik heb net 2 paracetamol ingenomen. Waardoor het wel ietsjes beter gaat. We hebben nog een paar dingen nodig voor het avondeten. Dus ik heb mijn zusje lopen even met de baby en Milena naar de winkel. Ik dacht, zo'n beetje frisse lucht is misschien wel goed. Even nog wat dingen halen, want dan gaan we lekker zelf. Ja, echt hè. Helemaal buiten adem. Bijna mijn keel ook. Maar we gaan vanavond varkenshaas eten. Wat is er? Zijn nou weer te lachen. Dus dan gaan we zo nog even koken en ja, we proberen maar gewoon het beste ervan te maken. Ik ben benieuwd of kleine Demi ook niet ziek worden. We gaan het zien. Hopelijk valt het allemaal mee. Milena is nu ook weer slechter als vanmorgen. Dat was gisteren ook in de ochtend, ging het wel en daarna kakte ze in en dat is nu eigenlijk weer. Liano daarentegen, die blijft op zich wel vrolijk. Maar die had net 38,5 koorts en Milena 39,5, dus dat is ook wel een verschil. Maar goed, even lopen, even naar het winkeltje koken en dan zien we wel weer. Nou, ondanks dat ik me niet lekker voel, heb ik toch weer een heerlijk bordje eten gemaakt. Jij ook? Eet smakelijk. Lekker gegeten. Lekker gekookt, goed, heerlijk. Ondanks dat we ziek zijn.